Pesten is geen spelletje. Pesten is geen spelletje. Hey. Best wel chill. Hahaha. Racisme. Hier nog veel meer. Wat spannend. Heel lekker vind ik het. Ook wel leuk om dit soort tas te dragen. Dat vind ik altijd moeilijk. Dit vonden ze nog heel lastig. Ik weet niet, ik vind het leuk. Huh? Met dit. Wat ik gewoon steeds niet aan toe kom. Goedemorgen, ik ben op mijn werk. En ik ga nu naar beneden, want we hebben nu een vergadering van 9:45, of tenminste bijeenkomst, tot 12:00. En daarna hebben we lunch en daarna komt Sean en gaan we dit allemaal doen. En dit is dus het jurkje in het blauw en ik heb het bloed heet en ik eindelijk weer gefietst. Dat is wel heel fijn. En nu ga ik. Doei. Ik zeg dat je... Ik wilde dit jaar dus even alles netjes doen, dus ik heb niet normaal veel spullen die weg moeten... Die niet van mij zijn en die degene van wie ze wel zijn ook niet meer wil. We kunnen beter net zo goed het vuilnis ook meteen doen. Als we dan toch bezig zijn. Sean en ik hebben allebei een kliko hier helemaal naartoe gereden. En dan gaan we... Ja, het bureau toch niet? Dan gaan we dit even allemaal erin. Heerlijk met het weer. Dit is niet alles. Ik heb er veel meer gemaakt. Maar spring rolls gemaakt. Het hele simpele. Want ik ging naar de buurtsupermarkt. En die hebben niet zoveel. Het enige wat erin zit is gemixte ijsbergslamix. Mihoen. Met een beetje olijfolie en zout. Komkommer. En garnalen. Heel weinig. En dat zit erin. Super lekker. Uitjes erop gedaan. Spring roll vellen. En in de chilisaus dippen. Yummy. We hebben vergaderingen gehad en zo. Nu moet ik de tablets gaan installeren. Maar het voordeel van groep 5 is dus dat je de tablets van de kinderen meekrijgt vanuit groep 4. En dat je niks meer hoeft in te stellen. Maar wij zijn dus vergeten dat ik die moest meekrijgen. Dus die tablets zijn inmiddels al gereset voor de nieuwe kinderen van groep 4. Waardoor ik nu dus de tablets van de oude groep 5 heb. En ze dus allemaal moeten uitloggen. Activatiecode, registratiecode, wifi instellen, nieuwe naam toevoegen, labels maken voor op de tablets. En dat is echt super veel werk. Dus dat is... Dus dat is balen, maar dat is niet anders. En dat is balen, want het is echt iets wat niet had gehoeven. Dat vind ik altijd moeilijk. Ik denk, oh, dat had niet gehoeven. En je hebt er niet rekening mee gehouden. Nou, dan heb ik hier welkom en dan zijn naam. En dan moet ik op poppetje klikken. En dan log uit. Dan moet ik een teacherpin invullen. Van 4 codes. Dan is hij uitgelogd. Dan moet ik een activatiecode invoeren van 6 codes. Die ook na een half uur weer verandert. Registreer. En dan moet ik de leerling kiezen. Gelukkig hoef ik de wifi niet opnieuw in te stellen. Vorig jaar hadden we ook een nieuw wifi wel gehoord. Dus dat hoeft niet. Dus het valt nog mee. Maar ja, het is wel zonde van de tijd. Een liefstallige collega die over een half uur met pensioen gaat. En niks heeft met tablets en zo. Heeft mij geholpen. Super lief. Dus we waren in 40 minuutjes klaar. Nu ga ik ze allemaal op de juiste plek leggen. Op het juiste groepje dat ze het kunnen vinden. En dan is het top. Heel veel bestellingen. Ik was dus, ik had een vlog geplaatst met die sterrenbeeldketting en ik had geen linkje erin gezet. En nu heb ik er dus wel een linkje in gezet en er komen achter elkaar bestellingen binnen. Echt heel leuk. Ja, het is dramatisch. Eigenlijk sinds Zwitserland ziet het er al zo uit, omdat ik gewoon steeds er niet aan toe kom. Ha en ik wilden spontaan gaan kamperen. We wilden eerst vandaag al weggaan naar twee van zijn vrienden, die zitten op een camping. Maar ik zei van ja, ik moet gewoon tot laat op werk blijven en daarna thuis te veel dingen doen. Maar dit moet ik dus allemaal even opruimen. Het is ook echt allemaal schoon. Vanavond of morgenochtend en 14 bestellingen maken en zo. Ik ga nu eerst even beginnen met die kleding. Before. Maar ook dit soort dingen zijn echt dramatisch hoor. Die wil ik eigenlijk ook gewoon lekker allemaal opruimen, maar dat is nu geen prioriteit.
Oké, hier liggen ze. Ze gaan dus echt super hard. De sterrenbeeldkettingen. De jaartalkettingen. Ik heb ze ineens in een bakje gelegd, want ze zijn nog best wel nieuw. Nog geen tijd gehad. En de septemberkettingen. En ik heb hier nog steeds allemaal dingen die ik op de site moet zetten. Gewoon nog niet aan toegekomen. Cute. Klein en groot. Heel leuk. Heel leuk. Ik heb echt zin om te gaan opruimen hier en zo. Maar normaal doe je dat in de vakantie. En die is toevallig net voorbij. Hetzelfde soort bestelling. Een sterrenbeeldketting. En deze. Die is nu op trouwens, helaas. Een mondkapje. Die zijn er nu helaas ook niet meer. Mocht ik ze weer moeten bestellen, let me know. En een rosé scrunchie. Trouwens, scrunchies zijn echt niet meer te krijgen bij mijn groothandel. Al heel lang niet. Leuke scrunchies. En ik heb er nog wel heel veel. Dus zocht je nog leuke scrunchies? Ik heb nog maar weinig kleine, maar ik heb nog wel veel van dit soort grote. Kijk even op de site, want ik heb er nog heel veel. Dan hebben we de Compass Star ketting. En de Mini Triangle. Maar heel veel wat ik laat zien is op hoor, want ik heb gewoon heel veel. En van heel veel dingen heb ik er nog maar één. Maar van sommige ook niet hoor. En deze is voor Diana uit... Bam, 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 bam. Wow, dit is echt lelijk samen. Maar alsnog leuk. Deze is echt lang in de deur. Ik word gepest. Ik weet niet waarom en waarvoor. Ik kan niet rekenen op de rest. De hele klas die doet mee. Dus ik haat iedereen. En doe niet stoer voor je vrienden, want die vinden me niet aan. En loop me maar te zoeken en te schoppen. Wie denk je dat je bent? Je moet eens leren om te stoppen, gek. Ik ken hem nog helemaal. Ja, het zit me tot hier. Ik heb genoeg van al je grappen. Dus laat me nou gaan en laat me staan waar ik wil. Komt dit alles door mijn bril? Herkennen als je beste vriend. En leg me dan nog maar eens uit waaraan ik dit verdien. Pesten is geen spelletje. Pesten is geen spelletje. Pesten is geen spelletje. Nou, het is wel heel cool dat ik het nog ken. Eerlijk. Je moet steeds weten wat je doet. Je verpest zo iemands leven. Het is wel waar. Ze mogen nu raden of jij heel gespierd bent. Je moet steeds weten wat je doet. Je verpest zo iemands leven. En niemand weet waarom. Treiteren en pesten uit vervelen, dat is stom. Nou, wat heftig. Ben ik te gek? Wel goede nummers hadden ze toen. Dit liedje is zo mooi. Dit heb ik met mijn kinderen van groep 4 gedaan. Niet zachter zetten, deze is heel mooi. Pas op. Ha! Er staat een grote kist vol avonturen bij ons boven. Ik kreeg hem van mijn vader. Die is er niet zo vaak. En af en toe, als ik mijn vader mis, dan kijk ik in de kist. Ik weet precies wat alles is. Sowieso vind je deze wel mooi. De paraplu van Charlie, die naar hier is uit Egypte. En de vet van Donald Duck. We zijn nu op de camping en over 24 uur zijn we alweer op een verjaardag in Amsterdam. We zijn hier super lang. Ik heb een missie. Ze wilde kruidenboter maken, maar deze knoflook zit helemaal vast, een soort vochtig geworden. Dus toen zei ik ga wel even het omrijden bij de winkel. Dat is nu mijn missie. Vind ik leuk om te doen. Eerst was mijn missie om het eruit te krijgen, toen ontdekte ik dat hij helemaal vast zit, want hij is hier helemaal omhoog gekomen als een soort blok. Dus nu ga ik hem omruilen. We gaan boodschappen doen. Mag ik je naam zeggen? Ja. Mag ik je filmen? Ja. Echt? Hey! Een vriend van haar, maar haar hebben jullie nog niet gezien. Dit is Mark en wij gaan boodschappen doen. En hazen tent aan het opzetten. Hier 80. Oké, we kwamen hier dus net aan. Ik en Mark van boodschappen doen. En toen kregen we dus te horen dat onze tent niet bij hun tent mocht staan. Dus ze moesten een nieuwe plaats kopen. En hij had de hele tent opgezet. Maar gelukkig, hun tent is hier aan de overkant, letterlijk daar. Mochten dus, was er hier nog een plekje vrij. Heel veel mazzel, want het is trouwens super vol, hè. Dus we hebben echt mazzel. Ze hebben hem opgetild. En hier gezet. En dat kostte dan maar 22 euro. Dus dat valt mee. En dit is dus onze tent. Best wel chill. Maar ze zeggen dat 4 persoons is, dat snap ik nog niet helemaal. En hier komt dan de luchtpijp, maar dat gaan we even oppompen als het wat koeler is. Maar het is best wel relaxed, omdat we ook spullen in de auto kunnen bewaren nu en zo. Dit is de tent. Dan zilt mijn drinken. En het is... Ha. Dit is heel mooi, jongens. Dit is echt insta-waardig. Dit heeft Ha even gehaald bij de Albert Heijn. Dat was 1% gratis. En net met Mark wilde ik meer halen en daar hadden ze het niet. Deze blikjes. Aha. Ja. Ik had Mark
overgehaald om naar de Albert Heijn te gaan. Barbecue staat aan. We hebben net even opgeruimd en de tafel gedekt. Salade. En nu ga ik even afwassen. Vanaf nu film ik hazen t-shirt elk, heb ik besloten. Mag wel. Mystery man. Als je dit zo filmt, dan mis je wel een gezellig kaarsje. Ik doe mijn camera nu aan, dit is heel erg, hè? Ik heb breathing tijden niet zo slecht uitgelegd. We hebben van 4 tot 8 geslapen of zo. We zijn zo moe dat we alleen maar kunnen lachen om alles. Oh, ik heb mezelf nog nooit zo gezien. Omdat ik er zo slecht uitzie. Wat een smerig ding. We moeten nu naar de verjaardag. Ik ga nu haar voorstellen voor het eerst. Na een avondje wodka. Oh wel. Is niet goed? We gaan er al vandoor. We zijn hele gezellige vrienden. We hebben van 4 tot 8 geslapen. We gaan om 11 uur de tent uit en we gaan om 12:30 weg. En dan gaan we van 3 tot 5 of zo slapen. We gaan er vandoor. Lukt het? Deze dag is zo grappig. Shanna minder dan 3 zei ha 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 ha. Groetjes aan haar. Dat weten trouwens kijkers. Kijkers denken dat ik dus alleen H zeg in de vlog, maar ik zeg altijd H, zeg je ook. En mijn vrienden noemen je ook H, mijn familie. Shanna minder dan 3 zei ha 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 ha, kute. Groetjes aan H, kute. Oh, cute. Wil je een antwoord sturen? Kute, cute. Sorry, er is iets misgegaan. Probeer het opnieuw. Oké, maar ik vind het net een beetje zacht. Mag ik het iets harder? Hallo jongens, ik had helemaal geen batterij, dus ik heb niet gevlogd, maar we hebben dus thuis geslapen. Toen zijn we naar Amsterdam gegaan, naar mijn tante. Dus hij heeft nu mijn tante, mijn oom, mijn beide nichtjes, vriendje van mijn nichtje ontmoet. En de rest kennen die al, Inger, mijn tante kennen die al, mijn ouders, Melissa, Olivier. Dat was het. En dat was wel gezellig, we waren er echt maar 1,5 uur, want we waren best wel laat. Toen heb ik net even boodschappen gedaan, hier ergens in Amsterdam. En toen werd ik herkend door iemand, dat was wel grappig. En nu gaan we naar huis en blijft Haven mij slapen. Bij mij valt de brakheid nu wel mee, maar ik heb wel echt een goede nachtrust nodig. Maar ik ben ergens wel blij, want vroeger als ik dan het schooljaar begon, dan moest ik van mezelf helemaal op het einde naar bed en de dag ervoor rust nemen en blablabla. En ik vind het wel leuk dat we nu toch al veel hebben gedaan met dit kind. Dus, dat was het. Tot ziens. Wat een weer, jongen. Wajo. Wel lekker sfeer te geven. Goedemorgen. Vandaag is de eerste schooldag. Hij had bij mij geslapen en we hadden echt veel te lang in bed geknuffeld. Dus toen heeft hij me naar mijn werk gebracht. Super chill. Waardoor ik me nog even in de auto kon opmaken. Maar zoals je ziet ben ik nog niet klaar. Maar ik ben echt helemaal uit op school. Het is 7:45. Wat erg. Hallo, eerste schooldag. Hallo, ik heb helemaal niets meer gevlogd. Maar hij is hier nu. We gaan nu lekker naar bed. We hebben gechilled. Ze waren allemaal heel moe. Ik heb hele lekkere pasta salade gemaakt. Maar die heb ik over, dus die laat ik morgen even zien. Dat is echt heel lekker geworden. En nu is het 10 uur. Gaan we lekker naar bed. Ik vond het heel leuk dat hij hier was aan mijn werk. We gingen supermarkt boodschappen doen. Dat was wel gezellig. En lekker slapen. Jongens, wie me op Instagram volgt, die heeft al gezien dat ik... Nou ja, ik denk dat het alweer 3 weken geleden is. Iemand heb gepromoot die bij mij in groep 4 heeft gezeten. Hij zit nu in groep 6, Daran. En Daran is eigenlijk gewoon een hele coole rapper. Maar hij en zijn vader zijn echt super goed bezig samen om steeds vettere clips, vettere liedjes te maken. En hij deed altijd mee bij de Bonte Breier avond. En het wordt eigenlijk steeds een beetje meer.
En nu hebben ze echt een hele vette clip. Deze is wel echt extra speciaal. En daarom zei ik van, nou, Doran, kom eventjes hier in de vlog. En dan ga je er even wat over vertellen. En dan ga ik een linkje in de beschrijving zetten. En dan zou het super cool zijn als jullie die clip even gaan bekijken. Ja, want het is een clip over Amsterdam. Good Morning Amsterdam heet het. Ik vind het zelf een super vette clip. Bij deze hebben we echt heel veel moeten herschrijven. Om het echt een goede nummer laten worden. Want het is eigenlijk meer van, als het een heel slecht nummer over Amsterdam is, zijn de mensen die uit Amsterdam komen, zijn ze niet tevreden. Dus moeten heel goed. En dat is nu ook echt geworden. Dus ik ben er ook super blij mee. Oh, wat goed. Het moet echt een kloppend nummer zijn. En ik heb het eerst zelf geschreven en daarna heb ik het herschreven met mijn vader. Dus jij schrijft ook echt je eigen teksten? Ja, en daarna schrijf ik met mijn vader. Goed. En wat heb je nu voor idee bijvoorbeeld wat je nog wil gaan doen? Ik wil een nummer eigenlijk over een beetje over discriminatie en racisme. En nog eentje, een hele leuke, dan weer over de oude rappers. Cool, want jij bent ook heel erg fan, toch? Ja, zeker. Van eigenlijk juist heel veel Amerikaanse rappers. Snoop Dogg, Eazy-E, N.W.A, Wu-Tang en zo. Allemaal oude hiphoppers. Zullen we even aanzetten? Ja. Doe een stukje. Heb je een stukje die je nu het leuk vindt om te laten zien? Op Insta. Daarna gaan we in Amsterdam allemaal filmen met een gimbal. En wat ga je nu even hier zeggen om ervoor te zorgen dat mensen nu je video gaan bekijken en je gaan abonneren? Ja, gaan zeker kijken. Het is op House of Rimal te zien. YouTube.com/House of Rimal, R-I-M-A-L. Good Morning Amsterdam. Moet je zeker gaan kijken. En natuurlijk abonneren. Echt even abonneren, jongens. Ja, kijk even wat het talent hier staat. Hij verdient gewoon sowieso 1000 abonnees. Dank je. Toch? Goedemorgen, grote stad. Ik ben de ramp. Kleine man, grote droom. We reizen naar nu gaan terug te kunnen komen. Misschien wel Rome of NY, maar Amsterdam blijft altijd bij mij. Thuis, zonder jou is er ruis. Met jou zit juist in een krakcafé waar het bruist. Oude luid is een nieuw geluid, luid. Amsterdam, Noord tot Zuid. Oostzak met Tim op. Jeetje, ik kan niet klappen want ik heb mijn camera vast, maar Daran, die bent echt top. Ja. Dankjewel in ieder geval dat je me wou promoten en Tuurlijk. Een video met me wou maken. En ook nog meer mensen voor Juf Charlotte. Yummy, weer sushi. Zalm handroll, California handroll en dit is met krab, avocado, komkommer en zalm erop. Ik ga even kijken of er iets leuks is om te kijken. Hallo, nou het werkleven is weer begonnen. Dat betekent dat ik weer weinig vloeg. Ja, ik ga ook niet filmen in de klas. Ik weet sowieso niet of ik dat nog wil doen. In ieder geval niet aan het begin, maar misschien helemaal niet meer. Het gaat lekker. Ik heb best wel een hele fijne en ook wel rustige groep. Ik doe even de dingen naar boven. Ik moet altijd leren om even pauze te houden om 2:00. Soms wil ik dus door. Dus ik heb net van 2 tot 4 aan iets gewerkt. Dan denk ik, oh, ik had eigenlijk even pauze moeten houden. Dan stort je helemaal in. Maar ja, aan de andere kant, als je pauze houdt, dan stort je niet zo in. Maar dan ja, kost het je weer 1/2 uur, soms wel 3 kwartier. Nou oké, ik zit nooit zo lang beneden, maar oké, maakt niet uit. In ieder geval, ja, dit is nu de klas. En we hebben al best wel heel erg veel gedaan. Hier liggen schriftjes. Ik ben gewoon heel erg blij dat het echt super erg opgeruimd is. Er ligt gewoon nergens zooi. Ik weet van alles wat er ligt. Er is ook ruimte vrij in mijn kasten. We hebben nu gevraagd of de kinderen multimappen willen meenemen. Zodat ze hun werkblad daarin kunnen doen. Dat is ook heel erg leuk. Dus die komen hier te staan. En het gaat eigenlijk allemaal heel erg lekker. En de kinderen vinden het leuk. En ik vind het leuk. En nu ga ik lekker naar huis. Hallo, het is vrij donderdag. Oh, ik vind het zo lekker om 4 dagen achter elkaar te werken en vrijdag vrij te zijn. Het is nu dus echt perfect. Ik heb nu dus een andere duo. Nou, duo. Iemand dus 1 dag in de week voor mij werkt. Dan vorig jaar en ook dan het jaar ervoor. Haar ken ik wel al. En het is dus ideaal. Mijn kinderen hebben op dinsdag en donderdag gym. En op donderdag hebben ze van 1:15 tot 2:00 gym. En donderdag is ook mijn laatste uur van de werkweek, zeg maar. Dus in die 3 kwartier kan ik vet voldoen. Ik had net alvast de overdracht gedaan met mijn duo in die gymtijd. Ik kan vast het bord voor haar klaarmaken. Ik kan vast dingetjes gewoon, nou ja, ideaal dat ik dat dan kan doen. En dan nog even wat werken zoals ik dat nu aan doe. Maar dan heb ik gewoon weekend. Nou, zo top. Maar ik wil nog even wat laten zien. Een kijker van mij had mij gezegd dat ze hele mooie pastelachtige kaartjes had gemaakt. En ik had eigenlijk al hele leuke kaartjes. Die echt wel eigenlijk meer pastel waren dan deze. Maar die waren kleiner. Die had ik zelf gemaakt.
Die heb ik nu aan mijn collega gegeven. En ik heb die van haar nu geprint. En de conciërge heeft het voor mij gelamineerd. Heel chill. En dan dus zo. En het ziet er heel leuk uit. Ik had de kids gevraagd welke ze leuker vonden. Ik heb me dus alleen lastig. Is dat ik geen estafette heb. En geen godsdienst en geen vreedzaam. En ik weet niet hoe ik die dan nu kan gaan maken. Maar die heb ik dus van haar opgestuurd gekregen. Zit ook Charlotte. Nou, dit is heel leuk. En ook die horen erbij. En dan heb ik er dus gewoon hier nog veel meer. Kijk, die had ik eerst. Oh ja, boekverslag heb ik ook. Er zat ook al van die lege gestuurd. Maar ik weet niet hoe ik daar dan op kan werken met hetzelfde lettertype. Nou, dit is super leuk. Dinsdag heb ik nu een onderwijsassistent en die had dit voor mij gemaakt. Daar heb ik heel veel massen mee. Die heb ik tot de kerst. Nou, ik ben weer bezig met de tafelposters printen. Maar je mag er maar 2 per dag gratis. Dus ik ga nu nog even 8 en 9 printen. En nu nog even lamineren. En deze is ook van haar. En die vind ik heel top. Want ik had eerst een normaal stoplicht. Dit vonden ze nog heel lastig. Maar dit is gewoon een kwestie van oefenen. En dit is ideaal. Want zo kun je veel specifieker aangeven. Ja, hoe je wil dat ze praten. En verder heb ik net van mijn collega van groep 5 gehoord. Hoe het nu een beetje werkt met huiswerk. Ik moet dus maandag de woorden gaan meegeven als huiswerk. Want dat echt getoetst wordt, dat is nieuw. En we gaan ook de tafels echt toetsen. Dus dinsdag heb ik dan een gesprekje met haar. Waarin ik een beetje dingen ga leren die anders zijn in groep 5. En we hebben ook toestemming gekregen om voor alle kinderen oortjes aan te schaffen. Deze zijn 3 euro van de Action. Zodat ze die kunnen gebruiken in een tablet voor bijvoorbeeld spelling. Deze hadden we gemaakt. Ik weet niet of ik dat ook al wel laat zien. En verder ben ik gewoon heel blij. Mijn kapstok is opgehangen. Ik krijg een nieuw... noem je dit? Ik kan niet op het woord komen, ik ben gewoon moe. Die krijg ik nieuw, want die doet het niet goed. Dat is heel fijn. Hier komt misschien nog een whiteboard voor mij. Die in mijn magazijn over was. En ik ben helemaal niet zo moe. Ik heb ook lekker een heel rustig klasje eigenlijk. En dat is heel erg fijn. Ja, ze zijn best wel gewoon heel erg rustig. Luisteren goed. En ik weet niet, ik vind het leuk. Dus ik ga nu nog even door met werken. Ik heb net een beetje veel lopen kletsen met iedereen. Soms blijf ik echt in mijn lokaal zitten hier. Lekker veilig in het hoekje, zodat ik even door kan werken. Want als je de gang op gaat en je gaat terug naar je oude gang en je begint te kletsen, dan ben je zo weer een uur verder. Dus het is nu 4 uur en ik ga even aan de slag. Nee, 4:15. Je bedoelde vrij als in gewoon vrij en toen pas snapte ik hem. Jongens, met digibord. Hoe heet het, een digibord? Ja, ik kon net niet op het woord komen. Het wordt nu al IFP, Interactive Flat Panel. IFP. Ik had dus niet verwacht dat ze vandaag al kwamen. En ik heb trouwens het bord klaarstaan voor mijn collega morgen. En dit wordt dus ook vervangen. Dit gaat allemaal weg. Dus ik ben heel benieuwd. Maar ik ga het niet meer zien, want het duurt een uur. Dus ik zie het maandag pas, maar ik ben heel benieuwd. Ik was dus best wel lekker aan het werken. Toen kwam dus ineens, hoe licht als verrassing, het digibord. Morgen werk ik dus niet, maar het duurde nog een uur, dus ik ging niet wachten. Maar ik ben zo benieuwd. Ik heb echt de allernieuwste, allerbeste of zo van de school. Dus ik heb ergens gewoon mazzel dat ik kwam in een lokaal met de slechte. Dus nu heb ik een nieuwe. Ben ik heel blij mee dat het zo snel gericht is. En ik was eigenlijk lekker aan het werk, maar ik moest stoppen, want mijn computer wordt ook vervangen. En ik zie er misschien moe uit, maar ik ben dus helemaal niet moe, joh. Het is super lekker weer. Het is 28 graden of zo. Het voelt niet zo warm. Maar ik ben totaal niet moe van deze week. Dat het mijn eerste werkweek was. Ik begon heel moe, omdat ik te weinig had geslapen. Maar nu ben ik echt niet moe. Dus ik ben eigenlijk heel blij. En ik heb het gevoel dat het echt een heel lekker jaar gaat worden. Ik heb nog helemaal niks gevlogd. Oh, chill. Broeier heeft Lot geregeld. Ik wou zeggen hallo jongens, ik ben bij de verjaardag van Lot. Ik had de hele vlog nog niet geopend of iets. Ik wil mijn broodje laten zien. Lot heeft dus picknickmanden gehaald bij Anne en Max. En ik heb een soort van vegan broodje met vegan kaas. Maar volgens mij is het niet van soja. Maar ik weet niet waar het wel van is. En mijn vorm. Ik was eigenlijk een beetje laat omdat ik dus dit ging inpakken. Nou, was schattig. Alsjeblieft. Nee. Wat was er? Ik heb niet gewerkt. Nee, ik heb niks mee hoor. Dat is een beetje pas. Ik ken het dus zelf beter. Ik heb niks. Want ik weet dat het echt niet goed is. Nee, maar ik ben ook en ik wacht gewoon tot je eindelijk je zakje gaat zetten.
Vandaar heb ik het vorig jaar voor gehad. Leuk! Maar die vind ik zelf heel leuk. Ja, ik dacht jaartal vind je leuker, maar was er gewoon niet. Bestaat niet. Ja, ik dacht het niet. En je moet even dat in dat zakje aan de achterkant doen. Nog. Oh, daar is dat. Ja. Heb ik er zelf opgeplakt vanaf een ander iets, zodat het niet in de knoop ging. Maar die staat wel echt heel leuk. Zeg maar die je altijd op hebt, die bruine. Wat van een BH's? Wie zei dat? Ja, dat heb ik ook. Heel leuk. Maar wees blij. Ja, jij hebt best wel grote borsten, zag ik net. Gewoon een vergelijking met mijn... Maar dat is super sexy. Hallo. Ik zit ook altijd dit soort momenten aan mijn camera nog aan. Maar daardoor kan ik zeg maar niet normale... Lotte had gezegd dat ze als cadeau wilde ze dat iedereen gewoon hier kwam picknicken. Ja. En nu krijgt ze cadeautjes. Ja. Die onderbroek die ik daar achter langs fiets. Wie deed dat? Dat deed ik. Oh. De man daar op de fiets. Ze rong helemaal. Ja. Zo leuk om voorbijgangers te vragen om foto's te maken. Dat vind ik heel leuk. Jij vindt dat denk ik ook wel leuk. Wat? Mensen vragen om foto's te maken. Ja, dat maakt mij ook niet uit. Lotte zegt altijd dat ik schaamteloos ben. Ja, zij ook. Wij zijn daar een beetje zelf. Schaamteloos. Dat vind ik wel leuk. Jullie hebben sowieso heel veel best van elkaar. Al zijn jullie totaal verschillende types, zeg maar, qua... Dat wist ik al. En qua wat jullie leuk vinden. Lifestyle. Ja, maar jullie hebben wel echt heel veel dezelfde karakter. Wij lijken niet op elkaar, maar we hebben karakterovereenkomsten. Echt gewoon heel extravert ook, toch? Ja, ja maar ik had ontdekt dat ik introvert ben. Ik was dat toch, soort dingen. Lotte, ik was toch introvert? Mening, denk ik. Hadden we ontdekt. Ja, maar Anna is ook niet per se extravert. Ja. Gewoon durven om dingen te zeggen. Ja, maar ik weet niet hoe dat is niet heet. Direct. Dat is direct. Ja. Ik zeg wel, ik ben soms wel te snel met dingen zeggen. Ik ook, maar ik durf niet alles te zeggen. Soms heb ik ook gewoon geen zin. Zeg maar, in mijn eentje praat ik heel veel tegen de camera, maar... Zo niet. Om erbij te pakken met andere mensen. Ja. Dan denk je ook, oh, dat moet straks wel. Dan weet ik ook niet wat ik moet zeggen. Nee, dat is toch een grappig persoon. Ja. Ik ben met Marijn aan het chillen. Hallo. Ik kende Marijn dus nog niet, maar ik dacht dus dat ik jou kende. Nee, maar wij stelden elkaar. Ik heb ook niet gehoord. Nee, want we weten toch wel wie de ander is. Ja. En Lotte ging met Anna mee rijden. En Anna had maar tot kort voor 5 parkeergeld erin. En Bonnie en Sarah waren al weg. En Jessica was ook weg. En was je nog van? Nee, toch? Nee, dat was het. Ja. En toen zei ik tegen Marijn, zullen wij nog even chillen? En nu is het echt al bijna 7 uur. Ja, we zitten hier echt al dik 2 uur nog. Gewoon zit iedereen Vet weg. Chill. En mijn auto staat letterlijk daar. Heel relaxed. Ik dacht, ik ga met de auto. Het is wel 4,27 euro per uur. Maar het is wel heel lekker avondzonnetje. Dus wij chillen hier. En Marijn heeft net even water. En kijk jongens, wat een leuk jurkje ik weer aan heb. Marijn ziet mijn kont. Ik zeg dat tegen Marijn, dit jurkje heb ik volgens mij in 2 weken 8 keer aangehad. Nou, dat is dus ook zo. En morgen is het voorbij met het mooie weer. Ja, dat komt echt. Zo, ik zie er lekker gaar uit zoals dat hoort na een dagje in een parkje. Heerlijk, ik ben echt nog 2-3 uur met Marijn gebleven. Marijn en ik kennen elkaar niet, maar wel via Lot. En nu ga ik lekker naar huis, waarschijnlijk komt H morgen. Of vanavond, maar vanavond zit ik denk ik niet. En helemaal top. Hallo allemaal, ik en H. Oh, ik zoom in. Zijn op weg naar Zwolle. Ik wou jullie vragen of jullie vals fluiten of echt goed kunnen fluiten. Want H kan dus heel goed fluiten. Ik kan dus zingen, maar kan niet fluiten. Wil je nog 1 keer een toon doen om het te bewijzen? Ik doe het. Doe. Doe. De E-toon. Ga. Maar ik fluit je naar binnen of buiten?
ze weer een beetje een zware periode achter de rug was. Dus toen had ik gezegd dat het even lekker was om even een weekendje weg te gaan. Maar we kwamen om 1:30 aan. En ik had op Instagram gevraagd aan mensen welke steden leuk waren. En heel veel zeiden Zwolle. Dus we gaan nu naar Hotel Lumen. Dat heb ik net geboekt in Zwolle. En dan gaan we gewoon lekker naar de stad. Even het centrum eten, drankjes doen. Maar dat is heel leuk. Die was goed. Wat prima. Dat was je wel leuk. Het is altijd heel leuk om de beelden terug te zien in de auto. Ook liedjes aan nu aan het zetten. Oh ja, dat vind ik wel leuk. Het is hier best koud. Wie kent dit water? Zo lekker. Het gaat ook naar het goede doel. Het kost 1,75 best duur. Ik moet zo weer optrekken. Oké. Is Christos Amsterdam nou een band of een producer? Ik snap het niet. Zij maken liedjes met verschillende artiesten. Weet jij dat? Oh ja, ik weet al welk liedje ik aan ga zetten. Die luisterde ik toen je aan het slapen was in de auto. Ik wil dat je wel kan zingen, maar niet kan fluiten. Ik denk dat deze outfit juist wel goed is voor het weer. Eens gezien. Vind je dit echt een leuk nummer of niet? Nee, hè? Oh, maar niet voor zodat we in het centrum zitten. Super dood. Wat is dit? Oh, ah, ik heb hier het hotel ingevoerd. We hebben gewoon Zwolle. Nee, jij ook. We hebben gewoon Zwolle ingevoerd. Ja, ik om 8 kilometer doen. Nog 14 minuten rijden, of nee? Hij waren toch. Ja, hallo. Had jij ook kunnen bedenken? Nee. Ik heb je pas ik. Maar wel raar, want ik vond het al heel raar dat dit het was. Ik ben benieuwd of je dit liedje nog kent. Het lijstje dat ik toen aan het slapen was in de auto. Of je dat mee hebt gekregen in je slaap. Duizend sterren en de maan. Dat is een heel leuk liedje. Laat ik in de waan, dat ik heus naar bed zal gaan. In één woon ik in het paleis, eet alleen nog slagroom ijs. Duik in een limonadebad en word helemaal niet nat. Super grappig. Want eerst had ik gewoon Zwolle ingevoerd. En we zijn echt in het lelijkste gedeelte van Zwolle. Terwijl ik ben er wel eens geweest, want Roos studeerde hier vroeger. Ik weet dat het mooi is. We konden niet daarin of zo. En toen heb ik het ingevoerd, was het nog een kwartier verder. Nu zijn we bij een soort stadion, maar een soort industrieterrein. Waarbij we 1 euro per uur moeten betalen. Terwijl we hier natuurlijk vet lang zijn. En dat is 24 euro per dag. Dus we snappen er helemaal niks van. Maar hier is het hotel, dus dat klopt. Maar misschien kunnen we een soort uitrijkaart bij het hotel kopen. Is dat het of zo? Van 7,50 per dag. Denk ik. Dit is het. Het is echt een soort van zakenmensenhotel, denk ik. Leuk in het centrum. We zijn in het hotel. Ik vind het wel spannend. Ik hou denk ik van andere hotels dan jij. Jij houdt denk ik van die hostelachtige hotels. Ik vind het leuk om de first impression. Ja, ik hou dus heel erg van dit soort hotel. Lekker clean. Dat vind ik top. 6 koffiecupjes. Zo. Ik dacht 2. Hola. We are in the hotel. Het is lastig wat ik aan moet, want we gaan straks weg. We hebben fietsen gehuurd voor 12,50 per dag. En ze denk ik 10 minuten fietsen naar het centrum. En het is heel raar weer. Het is zeg maar niet koud, maar er is ook geen zon. En soms regent het. En dit gaat te koud zijn voor vanavond.
En ik wil ook weer niet heel veel meenemen in je tas. Dus ik weet eigenlijk echt niet wat ik aan moet. Maar we zitten dus gewoon op een soort industrieterrein. Je zou niet denken dat je dicht bij het centrum bent. Ja, Hahout is volgens mij meer van dat soort hotels met heel veel sfeer. En ik hou meer van dit soort clean, lekker bed, denk ik. Heel zacht, maar wel groot. Gewoon net alsof je nu in een huis bent. Wat is dit allemaal? Een kledingkast? Dat is wel leuk. Wat is dit? Je zegt ook niks. Ik was aan het filmen. Ik wilde filmen wat daar zit. Hele chille douche. Nou, ik vind het echt top. Perfecto. We hebben een paraplu. Oh. Ik heb glas grenadine limonade besteld en ik zag dat ze dat hadden. En daar krijg ik geen buikpijn van. En H heeft... Is dat Zwolle's bier? Zwols. Oh, het Brugge. Dit is chill. Nou, we zitten nu bij iets met cocktails en hotdogs of zo, want we hebben zoveel trek dat we even snel een hotdog gaan delen en dan gaan we kijken waar we gaan eten. We hebben een... Welke hadden wij nou? Local Mexican met guacamole, cheddar, creme fraiche, nachos, tomatensalsa, garlic sauce. Oeps. En shiracha saus, dat mag ik ook niet. Met een kip. Kipworst hebben wij. Ze hebben ook vegan, maar daar kan ik ook niet tegen. Het ziet er wel heel lekker uit. Wow, het is echt een zelfgemaakte sausage. Ga maar eten op de camera, hè? Ga jij dit nu happen? Hoe ga je dat doen? Een tipje van de ijsberg pakken. Nou, dat was een hele lekkere hap, zeg. Ik film jouw handen. Hoe heb je dat gegeten dan? Mijn mond ook niet. Dat de hap zout, best wel lekker. Ja, dat vind ik nice. Ik dacht die worst niet te pakken. That's what she said. Waar heb je zin in iets vleesigs? Ja. Je hebt pasta, rijst. Die worst wordt naar achter geduwd. Ik vind het ziek lekker. Ah, is bang voor de camera. We hebben bij Haafd zelfs minty colana. Dit. Er zit geen ananas in en geen kokosmelk. Gin, monin, die siroop, peppercorn, mint leaves. Maar er zit ook een beetje prik in. Heel gek. Dat is heel lekker. Eigenlijk kan je het gewoon vragen of er minder ijs in mag. Het zijn een concept om de prijs. En we wisten echt niet waar we wilden gaan eten. Toen had ik een random Italiaan opgezocht. Toen liepen we er langs. Toen dachten we, nou, dit is misschien niks. Toen liepen we er binnen. Toen dachten we, oké, het is blijkbaar vol. En toen zijn we beneden nog plek. En nu zitten we echt op een supercoole soort van pittoreske plek. Hier zo. En vinden we het helemaal leuk. Hier houden wij heel erg van zo'n sfeertje. Oké, we hebben dus... We gaan dus eerst samen een pizza doen en ik mocht kiezen en ik heb deze gekozen. Dit vind ik echt, eigenlijk echt het lekkerste tegenwoordig op pizza. En we hebben als wijn gewoon Merlot. Die vonden we heel lekker. We hadden eerst deze geproefd. Die vonden we allebei naar ijzers maken. Ik snapte precies wat je bedoelde. En nu hebben we die en die vonden we... Ik vind Merlot altijd lekker. En dan straks mag H eigenlijk een pizza kiezen, maar misschien doen we nog een pasta. Nee, ik is lid. Jij hebt niks te zeggen. Nou, nu denk ik zo helemaal dat je stom bent. Maar ik vind bijvoorbeeld dit ook heel lekker. En kan... Hoor die muziek, geweldig. Dit is Paul de Leeuws, heeft dit gecoverd, hè? Dit is het origineel. Maar ik wil het heel graag even laten zien hoe het eruit ziet. Ik mag geen mensen filmen. En ik mag H niet filmen. Ik wil jou zo graag nu filmen. Je ziet er nu heel leuk uit. Nu ga ik jou introduceren in de vlog. Super goed. Ik ben heel benieuwd. Echt om het enige wat ik zie is dat het met, hoe heet het, gele kaas is. Dat vind ik altijd minder lekker, maar verder ziet hij er echt wel lekker uit. Even de review. De bodem is top. De tomatensaus is heel lekker. Alles is super lekker, maar ze doen zoveel kaas
Dus zeg maar, als ik hier nog eens zou eten, zou ik echt zeggen, wil je de gele kaas, zeg maar, de raspe kaas weglaten en alleen mozzarella gebruiken. Het is serieus heel lekker, maar daardoor wordt hij dus de bodem een beetje zacht en is het gewoon loaded. Hij vindt dat ook niet lekker en hij doet niet aan de lijn ofzo. Het is gewoon super zonde, maar ik denk dat je dat wel zou kunnen vragen, maar verder zijn ze echt heel goed. Al niet. Echt niet. Hier krijg je de voor 4,50 heb je hier echt mega veel merlot. Echt heerlijk. Merlot. Ik neem dus nooit een toetje en ik wil altijd een hapje van iemand proeven, maar Haan neemt helemaal nooit een toetje. En nu heb ik wel een toetje gemaakt. Jee bedoel je? Nee, niet jee. Maar normaal krijg je echt de helft. Oh, ik heb hier wel heel erg veel zin in. Ja, ik kom beter alleen. Ik moet even proeven. Ik hoop zo dat hij goed is. Heel stevig. Oh, dat vind ik heel lekker. Niet zoveel room. Soms heb je echt zoveel room. Oh, dat is heel lekker. Kijk hoe leuk. Dat trouwens heel goedkoop gegeten. Met fooi was het 55 euro. We hebben 5 glazen wijn, hè? 2 pizza's, salade, toetje. Dit. Oh, corner cake. Wow, het ziet er heel erg leuk uit. Ik heb trouwens een broek aan voor het eerst in eeuwen. Ik weet niet of ik al had verteld dat we fiets hebben gehuurd, maar... Mijn idee was dus van deze dag om even lekker te gaan drinken en na het eten lekker op terrasjes te zitten. Maar ik had eigenlijk al heel erg veel zin om lekker naar huis te gaan fietsen en in het hotel te chillen. Dan zijn we er echt al om 10 uur. Ja, vond het ook wel chill. Fietsen nu hier. Het is echt heel, ik vind het fietsen vind ik een van de lekkerste gevoelens op aarde. Vrijheid, vooral met deze temperatuur. En hier zie je de achterkant van de Haagse fiets met een boodschappentas. We hebben ontbijt gehaald, yoghurtjes, druiven. Nog een biertje voor nu. Heerlijk. Ik merk toch wel dat ik de camping lifestyle dan nu al mis of zo. Ik had al helemaal zin om eitjes te gaan kopen en die lekker te gaan bakken morgen, weet je wel. Maar hotel is ook heel chill hoor. Morgen. Wij gaan nu. We gingen om 1 uur slapen en het is nu 11 uur. We zijn nu pas op aan het staan, dus dat is echt heel chill. Ik denk hier niet helemaal verrot zijn. We gaan koffie maken. Dat krijg je hier dus bij. Heel chill. En we hebben hier nog. Druiven en limonenwater. Eigenlijk waren die glazen voor de ontbijt yoghurt. En hier hebben we... Hoe werkt dit? Huh? Oh. Ja, dit water. Maar je krijgt dus ook buikpijn van. Houtskoolwater. Dit gaan we delen. Dat is heel lekker. Niet gezond, maar wel lekker. En hij heeft deze. En ik heb deze. En we hebben ook nog gemberzoetjes. Super chill. Heel nice. Deze gemberzoetjes. En dan hebben we echt een super lekkere start van de dag. En dan gaan we daarna kijken wat we gaan doen. En dan nog ergens natuurlijk ook nog wat eten. En er is nog een raar biertje. Maar die is niet voor het ontbijt. Wij zijn even in het centrum. Super rustig hier. Ik ga even wat dingetjes passen. Ik weet niet of het nou hetzelfde is als die blouse, waar ik er heel veel van heb van Zara, maar het is in ieder geval helemaal dezelfde stof. En ik heb weer een XS. Ik kan niet echt beoordelen op een kort broekje, want volgens mij is het... Nou, hij is misschien nog groter. Huh? Oh, er zitten zakken in. Oké, het is wel iets anders. Ik vind hem iets minder leuk dan die ik al heb, maar ik denk dat ik hem alsnog wel wil. Hij is wel heel groot. Wel een leuk kleurtje. We zijn nu we zijn in het centrum van Zwolle. Het is echt super lekker rustig overal. Behalve in de cafeetjes is het op zich wel druk. Maar we wilden even wat gaan eten, maar we wilden bij iets gaan wat je niet overal hebt. We zitten nu bij een hele leuke plek. We zitten hier echt super chill. Hey, het is hier echt heel gezellig. Volgens mij heet het Barista's Choice ofzo. Oh nee, niet. Ik weet niet hoe het hier heet. Barista Café, Quality Coffee. Dus het is echt heel gezellig. En we moeten nu zo bestellen. Trein 3 heten wij. Ze noemen dit een trein. Leuk joh. Ze hebben echt super leuke dingen. Blue butterfly latte, matcha latte, kurkuma latte, chai tea. Ze hebben echt geweldige dingen hier. Ik ben nu al helemaal enthousiast. Daarom was het hier ook zo druk. Kijk, ze hebben nou, echt bizar veel koffies. En hebben ze ook hier bijvoorbeeld cucumber mint iced tea. Mango twist smoothie. We hebben echt lekkere dingen. Heel chill. Lekkere ontbijtjes hebben ze. Voor 4,50 heb je een ontbijt. En voor 7,95 heb je een ontbijt. Ik
kokosstaart. Heel lekker vind ik het. Nu al. Oh. Geweldig. Ja, hè? Dit vind ik echt een van de leukste dingen. Dit vind ik echt heel leuk, zeg maar. Ze doen het heel goed. Heb je al die komkommer ice tea gezien met munt? Ice, ik blijf proeven. Oh, echt niet zoet. Zelf gemaakt, maar er zit wel iets van suiker erin. Dit zijn zieke broodjes. Dit kwam echt in 5 minuten. Ik heb dus wit brood, want daar kan ik denk ik beter tegen met carpaccio en komkommer. Ja, ik had eigenlijk moeten zeggen zonder tuinbonen. Maar wel heel lekker. En hij heeft ook echt extreem brood. Met avocado ook. Oh, ik wil delen. Heel lekker. Het was echt geweldig en dit is echt één van mijn favoriete tenten. Qua kwaliteit, qua sfeer, qua alles. Maar heel enthousiast. Als ik met vriendinnen ergens zou lunchen en het was in de buurt, zou ik 100% hier naartoe gaan. Ik weet niet, ik zie een soort hartje voor me bij dit, maar ik ben niet wat voor. Oh, is het country? Ik was trouwens later mijn huis. Wil ik onder in mijn huis ook zo'n kost als gisteren, waar je kan dineren. We hadden dus een liedje in de hotelkamer en daar werden wij helemaal gek van. The Sultans of Swing, een cover. Ik ging haar met het laatste onderwacht origineel en zullen ze een nette versie opzoeken. Sultans of Swing. Maar wie zou dat zijn? Vanilla. Misschien is het deze. Het is eerlijk, het is stom, maar het is wel goede herinneringen nu meteen. Dame. Zieke beat. Ja, ik kan het nog steeds niet bezig zijn. Eigenlijk is hij best wel goed. Nee. Ik ben helemaal gek van. Eerlijk, als je uitgaat is dit super lekker. Alleen wij werden helemaal gek. Hij klinkt ook wel lekkerder dan daar. We zijn terug. Ik heb dus wel een aantal dingetjes gekocht. Waaronder dit hemdje, maar ik baal een beetje. Hij is van de Zara en ik zoek eigenlijk al heel lang zo'n hemdje die een beetje losjes valt en een V heeft. Ik had een L gepast, die vond ik te groot. Toen heb ik zonder te passen een M gepakt. Maar volgens mij omdat hij dus net te klein is, valt hij dus zo, heb ik het idee. Ja, dit is een beetje, dus daar baal ik wel een beetje van eigenlijk. Maar misschien als ik een andere BH heb, dat het wel kan. Hij wordt zo. Maar dat is nog een heel chill hemdje. Ik heb hem dus ook in het groen. Maar daar heb ik het kaartje nog aan zitten. En dit had ik dan aan, terwijl het helemaal geen barweer is. En ik laat straks zien, haast even powernap aan doen. Ik heb ook deze tas gekocht en die vind ik echt geweldig. Van 10 voor, van 20 voor 10. En ik draag vaak rugzakken. Maar het is ook wel leuk om dit soort tas te dragen. En hij kan op mijn schouder. En ik ben helemaal obsessief met geel. En ik vind hem zo ontzettend leuk. Dus hier ben ik echt mega blij mee bij de Zara. Nou, dit is een sale item. Echt, ik vind het helemaal geweldige kleur. Dus hier ben ik misschien het allerblijst mee. En de rest laat ik wel later deze week of zo zien. Want haast nu boven aan het slapen. Ik ga even de boodschappen uitruimen. We hebben allemaal boodschappen gehaald. We zijn een beetje gaar. Nog steeds ook door dingen die nog steeds spelen. Maar dat zal de komende maanden zo blijven. Dat is ook waarom we even een weekendje weg wilden. Bij de kruidvat zag ik dus dit. Toen dacht ik, wow, Camille thee. Ik dacht voor haar, even lekker rustgevend. Dat kost nog eens 1,50. Superleuk. Echt bloemetjes. Ga ik straks even lekker een theetje van maken. En ik liet de olijven vallen in de Lidl. Heel stom. Dankjewel, Bolly. Even de boodschappen bekijken. Even kijken. Dit heb ik omdat je... Ik wil kijken of ik dan beter door mijn neus kan ademen als ik neusspray gebruik. Ik ben niet verkouden, maar gewoon zomaar. Deze crème gebruikt haar altijd. Deze heeft haar gekocht om te testen of dat beter werkt voor hem. En deze crème gebruikt hij ook altijd van Lidl. En hij heeft dit vanmorgen op zijn brood. En dit brood heeft hij gekocht voor zijn werk. En ik heb dus wit brood. Gerookte kip. Dit is voor door de parelcouscoussalade vanavond. Olijven ook.
Lekker dit, Charlotte. Tomatensalade wilde ik vanavond maken. Deze doekjes. We wilden verse piña colada met een verse ananas en kokosmelk maken. Ik dacht, dit is misschien nog leuk erop. Dit is ook voor haar. Vind ik voor zelf niet zo lekker. Ga ik even inladen en dan gaan we naar de tweede tas. Oh, maiswafels. Selderij. Bij de barbecue voor salade. Nog meer doekjes. Volle kokosmelk, want in die halfvolle is wat meer zooi. Verse ananas om te blenden. Heel lekker. En dit hadden we allebei gekocht. Hier ook heel lekker. Een beetje nagedacht van Nature's Box. En ik heb nog vaatwastabletten. Dat was het. Ik vind het dus heerlijk dat Harald nu slaapt. Want dan kan ik even lekker... Kan anders ook, maar dat is nog chiller natuurlijk. Even lekker een beetje schoonmaken. En van die weekend dingetjes doen die je dan altijd in je weekend doet als je alleen bent. En als ik een weekendje weg ben, dan doe ik dat meestal niet. Dan moet je dus maandag uit je werk dat doen. Weet je wel, meteen je kleren opruimen. Lekker een beetje alles meteen een plekje geven. Heerlijk. In plaats van dat je meteen gaat chillen of iets leuks gaat doen. Dus dat is top. Ik ga parelcouscous salade maken. Een beetje wat ik laatst maakte, maar dan met parelcouscous. Is heel grappig al je voeten. Dat is een soort van app aan het doen dat je in je hoofd in filmpjes kan zien. Met dit. En dit. Lekker. We bakken de parelcouscous van 5 euro vol. En dan van dit erbij. En dit. En nog pitjes. Dit is het. Het is echt heel chill. De piña colada was echt heel lekker. We hebben met vodka gedaan in plaats van Bacardi. Dit kan niet echt Bacardi. En gewoon een hele ananas met een klein beetje water. En volle kokosmelk. Heel chill. Dit is ook chill. Je kan gewoon zoveel nemen als je wil. En wat er overblijft kan je echt nog zeker 2 dagen bewaren. Dat is nice. Maar er zit iets minder smaak aan dan bij die pastasalade, vind ik. Ik ga ook pas aan mijn code erop doen. Dan ga ik de vlog hier weer afsluiten. Ik ga mijn best doen om snel weer nieuwe te uploaden. Maar het is gewoon echt heel erg druk. Ik doe mijn best voor jullie. Ik hoop dat jullie het wel heel erg leuk vonden. En een duimpje omhoog doen. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Doei.